maar ik heb ook een broodbox dit keer genomen. Dus hé, zal ik dat maar eens doen? Ja. Oh, wat in? Dozen. Ik heb dozen. Wat een beetje dozen mag ik doen. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ja, het is vandaag ook alweer donderdag. En we leven op de... Ik heb de computer aan, denk ik, maar ik word kippig. De 16e. En het is 12:59. Mijn begeleidster, tenminste mijn schaduwbegeleidster, Cindy kan zo meteen komen. De hondjes zijn al uitgelaten. Ik ben met koffie bezig, Kandel zit te eten, want die heeft later eten gegeven dan normaal. En ik moet zelf nog wel ook nog een broodje eten. Vanavond is het 2 boxen ophalen bij de Voma, een tas te goed to go. En dat is de normale box, dat je die groenteafdeling ziet op je app. Maar ik heb ook een broodbox dit keer genomen. Ik denk, hé, zal ik dat maar eens doen? Ja. Ik weet niet wat voor brood ik krijg, want wit brood, dat moet ik al niet. Dus ja, we weten dat gewoon niet. Nee. Dus ik zie, nou, dat komt wel. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, gewoon veel plezier hebben. Doen ik ook. En tot later. Lieve vrienden, ja, ik was het helemaal weer vergeten. Maar ja, jullie weten dat ik Cindy op bezoek had. Mijn begeleidster, die zou komen. En we zijn druk aan het werk geweest. Ook boven het mij geholpen met wasgoed opvouwen. En ze staat te strijken voor me. En ik moet straks dus naar de Vomar, ja, naar de supermarkt, om daar een, nou het ene is een broodbox, laat maar zeggen, maar dat zal ook wel in een tas zitten. En de andere is, dat andere, dus wat ik allemaal krijg, Joost mag het weten, ja. Maar ik ben even met koffie bezig, dus lekker eerst even een bakko, oh jee. Nou ja, een beetje te vol van het goede, maar ja. Een beetje te vol. Maar ja, maakt niet uit. Nee hoor. Nee, komt wel op. Ja. Nou, en Elwin die legt lekker op de bank. En onze Rijka, nou ja, die ligt in de mand. Hé? Meisje. Deze is ook zo lief, hè. Ja. Dus ja, het is mooi weer. Daar ben ik ook weer blij mee. Ik heb net wel de deur dicht gedaan, want meneer hiernaast is thuis. Maakt niet uit. Helemaal goed. Maar hij hoeft niet altijd te horen wat ik zeg. Nee. Het is verder een leuke vent. Enkel het huis te nukken. Maar ja, wie heeft dat niet? Hebben we allemaal wel eens. Ja. Hé, Helwin? Oeh, maar zo gaat ie. Oh. Maar oké, ja, ik ben benieuwd wat er in die tas zit. En dat laat ik jullie natuurlijk straks wel allemaal zien. Ik ga nou met een vlog bezig in elkaar zien te zetten. Moet het nog allemaal erbij in slepen en doen. Dus dat komt allemaal wel goed. Dus ik zou zeggen, geniet verder van je dag. Ja, koffietijd, lekker. Ja, lieve vrienden, jullie zien het wel weer. Ik zit weer bij iemand anders, hè. Bij ons lieftallige Marianne. Ja, en waarom? Nou ja, ik heb mijn ene tas al opgehaald. Die staat in de gang. Dat is een tas too good to go. Ik weet niet wat erin zit. Komt straks thuis wel. Maar die broodbox, die kan ik pas na 6 weer ophalen. Ik denk, ja, ik vlieg niet weer naar huis. En blijf ik vlieg. Ik denk, Marianne moet dichterbij. Ik denk, voilà, daar parkeer ik even. Even om een bak koffie. Dus ja, zo van die doen. Dus zit ik lekker gezellig bij Marianne. En ik zit even uit te zakken. Uit te rusten. Uit te rusten. Ja. En een beetje moe.
Nou ja, goed. Even. Zijn we allemaal wel eens. Ja. Ik ben ook druk bezig geweest, dus. Maar wat dat er gaat, lieve vrienden. Ja, ik moet naar zessen weer. En dan haal ik de broodbox op en dan passen we naar huis. En dan heb ik de poort opengelaten, althans, niet op slot. Maar ja, de rest is wel op slot. En mijn hondjes, die slaan wel aan. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Doe ik ook. Samen met Marianne dit keer. Zoals jullie weten, ben ik bij de FOMA geweest. Ik ben bij Marianne geweest. Ben weer bij de FOMA geweest. Ik heb de hondjes al uitgelaten. De video heeft in die tijd zijn best gedaan. Die kan ik straks naar YouTube brengen. Maar dat is later een zorg. Hij staat daar nou even voorlopig goed. Ik heb een tas te goed to go. En ik heb een broodtas. Die broodtas kon ik pas na zessen ophalen. Weg uit die tas. Mag niet, hè? Foei! Een broodtas heb ik nog nooit gehad. Die gaan we eerst uitpakken. Wat erin zit? Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Nee. Dat staat hier. En het to-go die steekt daar nog bij in. Dus ja, zoals ik al zei, we gaan met het broodgedeelte beginnen. Dozen. Oh, wat eng. Dozen. Ik heb dozen. Wat het is, Joost mag het weten. Is het brood of is het geen brood? Oh nee, dit is een appeltaart of zo. Oei. Hazelnoot, schuimfly, half. Normaal gesproken 5,99. Dus zeg maar 6 euro. Koop ik voor mezelf nooit, hè? Ik voel weer een doos. Oh jee, oh jee, oh jee. Wat het is, weet ik niet. Ik heb mijn ogen al open, maar ik zie niks. Nou, dat... O, dat is ook lekker. Frambozenslofjes, 2 stuks, 3,49. We gaan verder graaien. Nou voel ik wat zacht. In een plastic zak. Nou. Nou, dat zijn bruine bolletjes. Nou, die heb ik zelf altijd. Ja. Dus daar ben ik toch weer blij mee, want bruin, ja, nou, dit kost 99 cent. En 2 zakken, dat is 1,50. En door? Ja. Nou, oog is weer dicht. Jullie zien het, wat is dit? Oh, wat eng. Het voelt een beetje eng aan. Oh, krentenbolletjes. Oh, maar dat is ook lekker, met kaas erop. Maar ik heb geen kaas meer. Ja, want ik moet nog wel vleeswaren halen, althans ik wacht wat er in die to-go zit, want dat weet ik niet. Ik voel een andere zak met andere dingetjes. Nou, oogjes dicht. Ik hoop dat ik dat weg kan krijgen. Ik ben bang voor niet. Kruidnoten. Geven ze nou al weg? Kost 1,49. Maar het is nog geen Sint Maarten, nog geen Sinterklaas, nog geen... Ja, hallo! Tussen de hondjes ook, weet je dat? Nou, ik betaal iets van 3 euro voor die tas met brood. Nou, wat wil je nog meer? Ja? Dat is toch lekker? Nou, ik weet wel wat ik ga eten. Deze... Tenminste, niet eten, maar bij de koffie. Maar ik heb ook andere week een gast. Dus, ik vries het even in als ik verder niks meer heb om in te vriezen. Maar dat was de broodtas, waar ik heel blij mee ben. Want ja, dat had ik nog nooit eerder gehad, zoals jullie al weten. Dat zei ik net al. En die leggen we daar even neer. Dan pakken we de volgende. En die is ook niet al te licht. En dan gaan we weer hetzelfde beginnen. Weer de oogjes dicht. En ik voel weer een bak. Nou, je kan al wel raden wat het is. Een maaltijdsalade. Dat zeg ik. Met tonijn. Nou, gaat daar naartoe.
ben niet al te gek op tonijn, maar oké. Nog een bak. Oei, nog een maaltijd salade. Dat zeg ik. Caesar kip, die is wel lekker. Jo. En hier betaal ik 5 euro, bijna 5, nou ja, nee, op een cent naar 5 euro. Ik moet graaien, ik moet zoeken voor nog een bakje. Italiaans, rauw. Salade. Kost normaal 1,99. Ik weet het even niet. Ik zie niets, ik weet het niet. Nou weet ik het wel, wat is dat? Wokgarnalen met knoflook. Oeh, mijn dingetje kwijt. Ja! Wow. Oh, nou, dat is voor andere week. Vetpakket, maar wat weet ik nog niet. Ja, nou ja, bijna 5 euro. En venkel risotto. Nou ja, dat is mooi voor andere week. Gaat de koelkast in? Ja! Komt allemaal wel goed. Even hier neerzetten. Die ook even opruimen. Nou, we hebben het betreffend voor elkaar. Ik ga aan een salade. Ja, en ik heb in de super nog een worstje zitten. Dus dat komt goed. Ik ga gewoon een maaltijd salade eten. Hoef ik verder lekker niks te doen. Nee, ideaal is dat toch. Ja. Hé? Ja. Hé, schat? Hallo? Ja. Zit je me toe te kijken, hè, meisje? Ja, nou, die weer opvouwen, hè? Ja, die weer opvouwen. En die kant op. Zo. Zo, smal. Ja, en die gaat hier bij de tussen, maar er zit al zoveel in. Ik moet hem nodig weer eens even opruimen en uitzuigen, want ik heb daar de ui ook bij in. Nou, en die verliezen wel eens wat aan troep. Dus ja, dat. Maar oké, ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond. Degene die ook laat zijn met eten, net zoals ik. Smakelijk eten. Bon appétit. En voor later op de avond uiteraard lekker slapen gaan. En morgen kan je er dan weer fris tegenaan gaan. Als je tenminste gezond blijft. Ja, dat moet je wel doen. Gezond blijven. Want anders is het ook weer zo erg als je er eentje afvalt. Om niet meer te kijken. Ja, je moet wel blijven kijken. Maar ja, dan vergeet je ook dat je ziek bent. Als je blijft kijken. Ja, gewoon er tegenaan gaan. En dan en gezond weer opstaan. Ja, dat doe ik ook. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Dus ik zou zeggen, geniet van alles, met wat jullie doen, maar ook zeker met wat wij doen.